Justin Mathieu, na twee wedstrijden op de bank gezeten hebben, mag je morgen weer starten. Dat moet een goed gevoel geven, denk ik. Ja, zeker. Ik heb met de trainer gesproken. En natuurlijk, de eerste wedstrijd wel gestart. De tweede en derde wedstrijd op de bank gezeten. En tegen Volendam een half uurtje ingevallen. Natuurlijk goed gedaan. En ik krijg nu weer vertrouwen van de trainer. Dus dat is altijd fijn. Mist je dat vertrouwen na die eerste wedstrijd? Nee, zeker niet. De trainer veranderde de speelwijze van ons, 5-3-2. Ja. Dan wou hij op de aanval met twee hele snelle jongens spelen. Dat is zijn keuze, dus daar heb ik niks over te zeggen natuurlijk. Je wilde denk ik geen gewoonte maken dat je alleen maar thuiswedstrijden in de basis start. Nee, zeker. Maar ja, ik wil altijd spelen of het nou welk systeem het ook is. Maar ja, als de trainer die maakt keuzes, dan moet ik accepteren. En het enige wat je kan doen is dan hard door blijven trainen en goed ingevallen. Ja, en dat heb je laten zien, dus start je morgen weer in de basis. Maar inmiddels ben je hier nu denk ik zo'n 2 maanden. Hoe voel jij je in Leeuwarden? Ja, ik begin me steeds meer thuis te voelen. Natuurlijk is het altijd even aanpassen de eerste maand en met je huis en zo. Weet je, de omgeving komt natuurlijk uit het zuiden, dus natuurlijk een tikkertje anders dan hier. Maar goed, ik voel me nu echt op mijn gemak en de club is heel warm en ik voel me echt thuis hier. Zijn er dingen vergelijkbaar met het zuiden van het land en hier? Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen wel hetzelfde. En het is, waar de club waar ik heb gespeeld is ook het zuiden in Oost. Natuurlijk een hele warme club, maar hier leeft het toch wel iets meer als daar. Als je dan hier door de stad loopt, iedereen die je kent natuurlijk en iedereen leeft met Cambuur. En daar is natuurlijk allemaal een stukje kleiner. Maar de warmte van de club en van de mensen is toch wel hetzelfde als daar. Want na 2 wedstrijden zagen wij RCO's bovenaan staan. Dat heb jij natuurlijk ook gezien. Wij dachten, heeft hij niet een klein beetje gebaald dat hij die stap heeft gemaakt? Nee, zeker niet. Natuurlijk, de competitie is net begonnen. 2-3 wedstrijden. Natuurlijk is het mooi voor hen dat ze bovenaan staan. Maar goed, de competitie duurt heel lang natuurlijk. En wij beginnen heel slecht. We zijn een beetje matig begonnen aan de competitie. Maar nu hebben we 3 punten tegen Volendam gepakt. Als je morgen gewoon wint en volgende week een goed resultaat, dan sta je er gewoon weer goed voor, denk ik. Ja, want wat weet jij van SCU Utrecht? Want ja, het is een jong team. Elke week verandert de opstelling. Wat weten jullie daarvan? Ja, ik ken het natuurlijk van vorig jaar en het jaar daarvoor. Natuurlijk is het altijd even afwachten met wie ze komen. Of spelers van het eerste of spelers uit de jeugd. Maar dat moet eigenlijk niet zoveel uitmaken. We weten dat ze heel kwetsbaar zijn natuurlijk. Wij zijn een heel fysieke ploeg vergeleken met hun. En we hebben heel veel voetballende kwaliteit in het team. En we moeten ze gewoon vanaf minuut 1 bij de strot pakken, denk ik. En gelijk hier onder druk zetten. En dan hebben ze geen schijn van kans, denk ik. Dat moet dan samen met het publiek? Ja, zeker. Ik denk als we vanaf minuut 1 gewoon de boel opjagen hier, dat het publiek erachter gaat staan. Dat we gewoon weer 3 punten gaan pakken.